dinsdag gaan de scholen weer open. Maar het gaat er voorlopig nog even anders aan toe dan we gewend zijn. In deze video willen we jullie alvast een idee geven hoe de 1,5 meter samenleving er bij ons op school uit gaat zien. Het begint al als je op school aankomt. Je volgt de route van jouw afdeling. Dus eerst zet je je fiets neer op de juiste plek. Vervolgens ga je door de juiste deur naar binnen en desinfecteer je handen. Daarna loop je naar jouw afdeling. Let erop dat je de juiste trappen gebruikt. Stop. Je kluisje mag je helaas niet gebruiken. Dus neem je spullen even mee naar het lokaal. We kunnen nu maar met een beperkt aantal leerlingen tegelijk in het lokaal. Tussen alle werkplekken zit 1,5 meter afstand. Alle tafels worden elke dag extra schoongemaakt. Dit hoef je als leerling dus niet zelf te doen. Wat ook anders is dan normaal, is dat niet jij, maar de leraar wisselt van lokaal na een les. Je blijft dus de hele dag met dezelfde groep leerlingen in een lokaal. En je zorgt er daarbij voor dat er altijd 1,5 meter afstand is tussen jou en de andere leerlingen. Op de dagen dat je niet op school bent, volg je net als de afgelopen weken afstandsonderwijs. Als je lessen dan op school wil opzitten, ga je via de aangegeven route naar buiten. Daarna ga je direct naar huis.